Het Deense merk Bang & Olufsen maakt premium audioproducten en ze hebben in elke categorie wel wat te bieden. Van grote speakers voor je tv tot aan kleine draadloze oordopjes. In deze video bekijken we de Bioplay Portal, een koptelefoon die zowel geschikt is om mee te gamen als om muziek mee te luisteren. Om meteen even technisch te worden, het model dat we hier hebben is de nieuwe PCPS variant. De Bioplay Portal bestond dus al, maar deze versie is specifiek gemaakt om goed met je Xbox samen te kunnen werken. Dit nieuwe model is eigenlijk helemaal hetzelfde gebleven, maar deze werkt goed met je PlayStation in plaats van met je Xbox. Dit betekent trouwens niet dat hij minder geschikt is om met je telefoon te gebruiken. Alles werkt gewoon zoals je bent gewend. Het ontwerp van de Bioplay Portal is erg luxe. En dat zie je ook terug in de materialen die zijn gebruikt. Het frame is grotendeels van aluminium. De oorschelpen zijn gemaakt van traagschuim dat omwikkeld is met lamsleer. En de hoofdbeugel is voorzien van bamboetextiel. Dit voelt allemaal niet alleen luxe aan, maar het zorgt er ook voor dat hij extreem lekker zit. En dit is vooral fijn tijdens een lange gamesessie of wanneer je gewoon veel naar muziek luistert. Ondanks alle luxe materialen weegt de koptelefoon trouwens ongeveer 280 gram en is hiermee ook gewoon nog licht te noemen. Dan door naar het geluid, want dit is toch waarvoor je deze koptelefoon waarschijnlijk koopt. Kort gezegd, hij klinkt fantastisch. Dit is mede dankzij het grote frequentiebereik, Dolby Atmos ondersteuning voor een ruimtelijk geluid en een goede actieve ruisonderdrukking. Vooral tijdens het gamen sta je met de Portal vaak een stukje voor. Je hoort dingen die normaal gesproken in de achtergrond verdwijnen, bijvoorbeeld een stuk beter dan bij gemiddelde koptelefoon. Maar ook bij het luisteren van muziek merk je dat hij echt alle details van de instrumenten laat horen en dat de geluidsweergave enorm breed is. Ik wil het ook nog even kort hebben over de functies van de Bioplay Portal, want hier zit nog wel wat cools tussen. Zoals gezegd ondersteunt hij dus actieve ruisonderdrukking. Maar tijdens het gamen merk je hierdoor vaak dat je enorm hard gaat schreeuwen, omdat je ook jezelf niet hoort. Bang & Olufsen heeft hier een hele slimme oplossing voor bedacht. Alleen je eigen stem wordt doorgelaten, zodat je op een normaal volume tegen je teamgenoten kunt vertellen dat je voor de zoveelste keer dood bent gegaan. Er is ook een app waarmee je het geluid afstelt op het soort game dat je speelt of het genre muziek dat je aan het luisteren bent, waardoor je nog meer uit je speakers kunt halen. Daarnaast zit er een knop op om hem zo snel mogelijk met je telefoon of PlayStation te verbinden en gebruik je de oorschelpen om je muziek mee te regelen. Met de app stel je zelf in wat er gebeurt bij welk gebaar. Nu we even goed hebben gekeken naar wat de Bioplay Portal allemaal kan, snap je hopelijk wat beter waar het prijskaartje op gebaseerd is. Dankzij de superhoge geluidskwaliteit, luxe afwerking en fijne controls is dit één van de beste koptelefoons om mee te gamen, maar zeker ook om muziek mee te luisteren. Dus wil jij het allerbeste van het beste? Bekijk de Bang & Olufsen Bioplay Portal dan snel op belsimpel.nl.